2 jaar geleden was dit nog productief grasland aan de rand van het Funtusgebied. Dus natuurontwikkeling toegepast hier. Sloten zijn uitgegraven, hier en daar wat gras afgegraven. En na 2 jaar begint er al ontzettend veel natuur terug te komen. Iets wat er jaren niet geweest was. Natuurmonumenten heeft hier veel geld ingestoken. En het is vrij toegankelijk. Voor een deel. We kunnen gewoon door het hek heen. Je mag hier lopen. Kijk op de achtergrond. Dat is de Kromme Raden. De grens tussen Noord-Holland en Utrecht van oudsher. Sinds Loosdrecht bij de meren is gekomen, is het ook Noord-Holland geworden. De Kromme Raden is van oudsher een heel bekend natuurgebied. Heel veel bijzondere planten en diersoorten. Dan hoor je daar een buizerd. Je ziet dat nog erg veel voedsel in de grond zit. Heel veel verstoringsplanten. Maar ook deze uitgegraven en verbrede sloot. Hartstikke mooi. Er beginnen allerlei planten al terug te komen. Waterweegbree, kikkerbeet. Van alles staat in die randen. Iets wat hier echt tientallen jaren niet meer gegroeid heeft. Je ziet dat je hier op de grens zit van het zand en het veen. Deze sloot die zit echt in het zand gegraven, waardoor je ook wel eens storingsplanten krijgt zoals deze klaprozen. Over een paar jaar zijn ze echt verdwenen. Dat zaad zit nog in de grond. Het kan wel 70, 80 jaar in zitten. En zo gauw het aan de oppervlakte komt, dan gaat het kiemen. En dat is wel met heel veel meer planten zo. Overduidelijk dat dit grasland nog heel veel voedsel bevat. Afgegraven zijn. Waar het een stuk minder rijk is, is het ook een andere kleur groen. Dit soort stukjes is natuurlijk ook ideaal voor allerlei planten en dieren. Schrijvertjes op het water. Midden van een sloot. Watertorkruid, de eerste. En natuurlijk ook waterpest, wat bloeit. Al die kleine sliertjes. Hoort kievieten. Jarenlang niet meer gehoord hier. En ze zitten er alweer. Grote egelskop. Ja, er zit natuurlijk nog wat voedsel in die sloten. In de bodem. Krijg je dus draadalgen, wat wel weer zorgt voor heel erg schoon water. Je ziet in het weiland
een spoor lopen. Dus een stuk is daar wat verdichting geweest vanwege het afvoeren van alle grond. En heel wonderlijk, hier in de slootkant, heel erg zeldzaam voor het gebied. Staat er weer een slangenwortel. Is dat prachtig te bloeien? Een aronskelkachtige. En hier, al dat blad, dat hartvormige blad. Onvoorstelbaar hoe snel dat teruggekomen is. Het staat hier wel in een natuurgebied hierachter, met de hol en de suikerpot. Maar gaat daar toch wel achteruit. Waarom weten we niet. En in het oosten van het land groeit het ook nog wel. Maar hier is het dus. Na 2 jaar geleden hier ze begonnen zijn met het herontwikkelen van het gebied. Staat hier een uiterst zeldzame plant uit zichzelf hier terechtgekomen. Waarschijnlijk wel aangedreven door het water. Want ook al die sloten staan met elkaar in verbinding. Hier mag je er even niet in. Akkerdistel met allerlei insecten. Hier is een soldaatjes. Een vuurvlindertje. Waterweegbree. De eerste kattenstaarten. Rolklaver. Wat wel heel bijzonder is, is dat hier zomaar een plant staat die eigenlijk helemaal niet zoveel tegenkomt in het gooi. Een hertshooi. Maar geen Sint-Janskruid, nee. Het is kantig hertshooi. Dat is te zien hier aan,
aan die stengels. Die heeft gewoon kleine lijsten erop zitten. Heel apart. Het enige waar ik hem ben tegengekomen is bij Tienhovens Kanaal. Ook een natuurontwikkelingsgebied van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer. Onvoorstelbaar dat er zo snel terugkomt. Kijk, hier staat er nog eentje. Ja. Twee behoorlijk zeldzame planten dus gevonden. En dan nog vertellen sommige mensen dat hier de natuur dus dood is. Alles is vernield door natuurmonumenten. Kom op zeg. Dit wordt een schitterend gebied. Dat is het nu al. Wat nog maar een heel beginstadium is. Kijk. Bleekgele droogbloem. Komt op meer plekken voor. Was vroeger een heel zeldzame plant. Is de laatste jaren aan een gigantische opmars bezig. En verdraait, het staat hier dus gewoon ook in een gebied waar het in de wijde omgeving niet voorkomt. Het zaad zat dus waarschijnlijk nog in de bodem. Kijken. Water weer breed. Geen zeldzame plant. Toch schitterend dat het er weer zoveel staat. Hè? Al dat zaad, dat zat in de grond. En al dit soort planten krijgen geen kans in een normale agrarisch beheer van tegenwoordig. Kijkt hier tegen Hilversum aan, Kerkelanden. Hilversum ligt op een zandheuvel, het einde van de Utrechtse heuvelrug. En dat zand wicht hier onder het veengebied. Hier kijk je naar Loosdrecht. En hier op de achtergrond de moerasbossen van het Funtersgebied. Er is ooit veen afgegraven. Het is weer verland. Er zijn weer bossen op gaan groeien. Dat zijn dit soort bossen. Er zijn er een aantal van gekapt door natuurmonumenten om weer meer openheid te krijgen. En dit landbouwgebied is gewoon weer terug in een systeem zoals het een 80, 90 jaar geleden ging. Hooiland. Er staat ook een torkruid, watertorkruid middenin. Extensief hooiland, hier en daar wat begrazing. Veel maaien en afvoeren. Maar dan wel pas maaien nadat het broedvogels weg zijn. En wie weet zit er over een paar jaar hier wel weer gutto's. Je weet het nooit. Dan moet die wel heel erg slecht gaan in Nederland. Dus het is niet zomaar aan te nemen dat die zou terugkomen. Maar omdat die kieviet hier nog steeds zitten, zullen ze hier ongetwijfeld gaan uitbreiden. Hoogproductief grasland, maar er zit ook veldzuur in. Dat is toch wel teken dat het al aan de betere in de hand is. Als dit zometeen weer bloeit, staat hartstikke mooi rood. Ja, het is in juni is het gemaaid hier. Dus de bloei is er even uit.
akkerdistels vinden boeren over het algemeen niet zo prettig. De beesten vinden het ook niet lekker als het in het hooi zit. Dat klopt. Maar het is een ongelooflijke rijke bron voor allerlei insecten. Kleine vuurvlinder. Vliegen, kevers, van alles zit erop. En het aantal insecten zal ook absoluut toenemen als er meer van dit soort planten hier komen. Nu is het nog een beetje mager, maar wat wil je? Zo lang is dit landbouwgrond geweest. Kijk. Vuurvlinder kan er genoeg van krijgen. En er zit ook heel erg veel in. Even hier naar het lage stuk. Kijk. Egelbotenbloem. Zeker geen zeldzaamheid. Zeker niet in natte gebieden, maar hij staat er al wel weer. Het is ook niet zo'n heel erg algemeen. Allerlei pionierplanten groeien hier al. Dit is ook wonderlijk. Hoogstwaarschijnlijk waterviolier. En dat is een teken dat hier kwel is. Waterviolier die heeft echt kwelwater nodig en dat is in dit gebied absoluut aanwezig. Het komt uit het Gooi in Utrechtse Heuvelrug. Daar is het hol ook zo erg bekend van. Ja, dat daar heel veel kwel in is en waar daar een hele bijzondere flora krijgt. Nou, dat voorspelt veel goeds. Daar nog wat. In het water. Nou, ik dacht eventjes dat daar blaasjeskruid al groeide, maar daar is het waarschijnlijk al nou hier net iets te goed. Funtus, een enorme rijkboom. Ik ben benieuwd wat het wordt de komende jaren. En we gaan het volgen.